Om als voorzitter beter voor te zitten, heb ik 3 tips voor je. 3 tips voor de vergadering, 3 tips tijdens de vergadering en 3 tips na de vergadering. 3 tips die je als voorzitter voor de vergadering al kunt toepassen zijn: 1. Nodig alleen de mensen uit die je echt nodig hebt. 2. Maak een agenda. En 3. Zorg dat het doel duidelijk is van de vergadering. Wat vraag je aan deze mensen? Waarom zet je deze groep mensen bij elkaar? 3 tips die je als voorzitter tijdens de vergadering kunt doen zijn de volgende. 1. Hou je aan de agenda. 2. Begin en eindig op tijd. En 3. Geef iedereen het woord, maar zeker niet tegelijk. Ook na de vergadering kun je als voorzitter nog invloed uitoefenen. 3 tips daarbij zijn: 1. Zorg dat de actie- en besluitenlijst zo snel mogelijk naar alle deelnemers gaat. 2. Vraag feedback aan de deelnemers. Wat gaat goed in de vergadering? Wat kan nog beter? En de 3e tip is: neem die feedback mee naar je volgende vergadering. Kortom, 3 momenten dat je als voorzitter invloed kunt uitoefenen zijn voor, tijdens en na de vergaderingen. Pas deze tips toe en je zult zien dat de volgende vergadering al direct stukken beter gaat. Als je deze tips nuttig vond, kun je ons liken. Wil je meer van dit soort vlogs zien, kun je hier abonneren op ons YouTube kanaal.